Optimisme versterkt het immuunsysteem. Geloof het of niet, optimisme versterkt je immuunsysteem. Door alle negatieve dingen die je overkomen op een positieve manier te proberen bekijken, zal je minder ziek worden en je gelukkiger voelen. Lees er meer over in dit artikel. Mensen die het leven met een glimlach tegemoet gaan, ook wanneer het wat minder goed gaat, en in alles een positief aspect zoeken, zijn minder vaak ziek en genezen vaker van infecties. Dit wil niet zeggen dat een gelukkig persoon zijn problemen ontkent of onverschillig is ten opzichte van moeilijke situaties. Het gaat erom dat je een manier zoekt om positief te denken in moeilijkere tijden. Als je het leven alleen maar door een sombere bril bekijkt, alleen maar aandacht hebt voor het negatieve en constant gebukt gaat onder stress, zal je lichaam meer steroïden aanmaken en deze zullen op hun beurt je immuunsysteem aantasten. Door pessimistisch te zijn en alleen maar het negatieve te zien, maak je jezelf ook vatbaarder voor ziektes en infecties. Het verstandsmechanisme van je lichaam zal namelijk lager zijn, waardoor virussen en bacteriën je gemakkelijker zullen raken en breken. Mensen met chronische ziektes kunnen hun situatie verbeteren of verslechteren naar gelang hun houding. Bij mensen die constant depressief zijn of zich over alles zorgen maken, zullen ziektes zich bijvoorbeeld sneller manifesteren dan bij mensen die steeds positief en optimistisch zijn. Optimisme is het beste medicijn. Gelukkig zijn is het beste medicijn dat er is, of het nu is om ziekte te voorkomen of om te genezen. Je gemoedstoestand heeft een enorme impact op je mentale en fysieke gezondheid. Een negatieve houding trekt niet alleen meer problemen aan, maar ook meer ziektes. Aan het eind van de vorige eeuw ontwikkelde de Franse psychologe Émile Coué de psychotherapiemethode die helende technieken omvat door middel van autosuggestie en hypnose. Hij liet zijn patiënten steeds weer hetzelfde mantra herhalen: ik voel me veel beter, ik heb minder pijn en ik voel me goed. Jaren later vond Madame Kataria de lachyoga uit. Deze lachtechniek bewijst de interactie tussen mentale en fysieke gezondheid. Negatieve emoties verzwakken je immuunsysteem, terwijl positieve emoties een natuurlijk medicijn zijn om ziektes te voorkomen. De weg naar het optimisme. Om optimaal te kunnen genieten van de voordelen van optimisme, kan je oefenen om positiever en veerkrachtiger te worden. We moeten met andere woorden onszelf trainen op het reageren op tegenslag en tegenspoed. Het gaat erom dat we zo snel mogelijk weer leren overeind krabbelen nadat we een tegenslag te verwerken krijgen en onszelf hierdoor sterker maken. We moeten onszelf motiveren. Positieve ideeën en gevoelens naar voren schuiven en ons niet laten beïnvloeden door negatieve gedachten. Enkel op deze manier kunnen we echt gelukkig zijn en bepaalde ziektes vermijden. Sigmund Freud zei ooit: de pessimist wordt ziek. En ook het tegenovergestelde geldt: de optimist wordt beter. Volgens deze neuroloog is optimisme een illusie die je helpt overleven. Natuurlijk kunnen we ook niet stellen dat enkel een optimistische levenshouding alle zorgen en pijnen wegneemt. Ook de moderne geneeskunde, psychologie en natuurlijke middeltjes kunnen helpen. Hoe kun je optimistischer worden?
We hebben zo net de voordelen van een optimistische levenshouding besproken. De logische volgende stap is uitleggen hoe we dit gevoel kunnen aanleren. Zodra je eraan gewend bent, zal je elk probleem dat of elke tegenslag die opduikt beter kunnen opvangen en verwerken. Hieronder volgen enkele strategieën en aanbevelingen om optimistischer door het leven te gaan. Accepteer wat er gebeurt in je leven. Optimisme draait niet om heel de tijd gelukkig te zijn, maar om op een positievere manier om te gaan met tegenslagen. Houd de negatieve gevoelens tegen, boosheid, verdriet, zorgen etc. En focus op de positieve gevoelens die je met de negativiteit helpen omgaan. Hierdoor zal je sneller een uitweg vinden uit de negatieve situatie. Probeer na te denken voordat je reageert: hoe zou ik me nu moeten voelen? Hoe zouden de dingen zijn indien ik dankbaarheid zou voelen in plaats van verdriet? Kijk vooruit en vergeet niet dat optimisme een levensfilosofie is. Verander automatisch je perspectief. Als je in een situatie terechtkomt waarbij je negatief begint te denken, onderneem dan actie en probeer weer positief te denken. Waarschijnlijk speelt er zich op zo'n moment een monoloog af in je hoofd die je alleen maar op het negatieve wijst. Je moet proberen deze monoloog te onderbreken en naar gelukkigere en positieve emoties te sturen. Je bent moe na een lange dag werken, of je hebt net alweer ruzie gemaakt met je partner, of je zit krap bij kas. Maar heb je al eens gedacht aan alle goede dingen die om je heen gebeuren? Je hebt een gezin, een huis, een baan, je bent gezond, hebt vele vrienden, eten op tafel en je hebt meer geluk dan je beseft. Door te focussen op de dingen waarvoor je dankbaar moet zijn, zal je je beter en gelukkiger voelen. Gooi de negatieve gevoelens overboord en zoek een oplossing voor je problemen. Maak voor jezelf een lijstje met al de dingen waarvoor je dankbaar bent of waarvan je gelukkig wordt en kijk ernaar wanneer je een minder moment hebt. Glimlach. Lach zoveel je kan. Van een stille lach tot bulderlach, alles is goed. Kijk naar jezelf in de spiegel en trek gekke bekken om jezelf aan het lachen te maken. Zoek grappige filmpjes op het internet, luister naar moppen en denk terug aan grappige momenten. Niet alleen zal je humeur erdoor verbeteren, je blijft er gezond door en belandt niet in de depressiviteit.